Daar heb je vooral nodig als je daar iets wil doen. Sensitiviteit, kan niet eens uitspreken. Voor wat er speelt in het politieke veld en daar goed mee om kunnen gaan. Nou, bullshit. Positieve houding, efficiënte communicatie. Aansluiting. Wat doet iemand uit Amsterdam op de noordelijke stampijfabriek? Eigenlijk om te kijken van hoe halen ze zoiets geweldigs, wat nu leeft ook binnen alle ambtenaren, afdelingen en provincies en overheidsdiensten, zoals het nieuwe werken en die arbeidsproblematiek. Hoe mooi is dat om dat ineens te gaan gieten in een format van de stampijfabriek? Dat is fantastisch, want wij in de gemeente Amsterdam hebben dezelfde problemen. Ook dat dus zeg maar door de crisis mensen weg moeten, er is kennisverlies. Je hebt toch te maken met dat inderdaad door de nieuwe media, je gaat toch anders werken. En er zijn heel veel problemen die universeel zijn binnen heel Nederland, waar eigenlijk iedereen tegenaan loopt. Dus daarom vond het initiatief zo goed van hey, dit is zo gaaf, dus we willen kijken van nou, kunnen we dit ook gaan doen binnen de gemeente Amsterdam? Laat mij juist door afwisseling proeven wat ik leuk vind. Dat zou je natuurlijk hartstikke goed daarin kunnen koppelen. Willen we mensen echt naar die mens gaan kijken? En we zijn in organisaties nog op FTJ's geld. Ja, en we moeten natuurlijk wel iets doen. Je wordt ervoor betaald, maar je wil ook van toegevoegde waarde zijn. Je wil ook het verschil maken. Dus het doel moet heel helder zijn. Ja. Wil jij je goede bijdrage leveren? Dat was goed. Nou, ik stop ermee. U gaat stampij maken, rotzooi. U gaat ideeën, u gaat de hele zaak verbouwen. U komt met fantastische ideeën. En ik hoop dat het zulke goede ideeën zijn dat ik tegen mijn drie kinderen die zich de afgelopen 5-7 jaar op de arbeidsmarkt hebben begeven, kan zeggen, zou er toch niet wat zijn bij die overheid. En daarom hebben wij de Energy Factory bedacht. En heel belangrijk, klussen komen ook daadwerkelijk af. Als je dan vandaag start, welke klus heb je in de aanbieding? Nou ja, heb jij iets leuks liggen? Wat gaan wij doen? We gaan met 10% van de inwoners. Ja, en we dagen onszelf goed uit. Goud. Ik dank u wel. Dus eigenlijk wil je van 10% van de burgers weten of zij dit een goed idee vinden? Nou, een goed idee niet, maar... Alleen het inhoudelijke vraag alsjeblieft, hè. Vrijheid en vertrouwen, dat is waar het om draait. Maar wel met resultaat. We hebben natuurlijk een aantal mooie voorstellen net gehoord, maar volgens mij kan het nog iets krachtiger. We moeten iets verder. We moeten gewoon de boel helemaal in de fik steken. Ja. Jacob, als ik jullie naar Assen toe haal, hoe lang duurt het dan voordat je heel Assen in de brand hebt staan? Terwijl heel veel studenten die willen ook juist heel graag meedraaien in een organisatie. Kritiek op hoe het onderwijs nu vormgegeven wordt. The professional fool. Allemaal fantastische plannen. Wat wil je ermee bereiken uiteindelijk? Wees ambassadeur van je eigen instelling. De klus is daar waar jij nodig bent, waar je goed in bent, waar je kracht zit. Maar waarom gaat het niet werken? Is opgevallen is dat heel veel mensen iets willen wisselen. Of uit oogpunt van vraag en aanbod, of uit oogpunt van verbreding van de functie. Of als voel of vrager van voelachtige activiteiten. En de gemeenschappelijke noemer daarvan is dat dat op een of andere manier via een marktplaatsachtige constructie zou moeten. De een noemt het zo, de ander noemt het niet zo. Maar veel van wat jullie hebben gezegd is daarop terug te voeren. En het idee van de imagebuilding kan ik in mijn dagelijks werk ook goed kwijt. Want ik ben niet alleen wethouder voor personeel en organisatie, maar ook voor onderwijs. We hebben in Assen veel onderwijs waar ik heel graag het verhaal over de gemeente en over de overheid zou willen gaan vertellen. Dus ik wil daar ook graag met jullie over verder denken. Dus ook jullie zijn welkom bij mij. Mogen we hier komen inbreken? Want hier hebben we gewoon winnende studenten toch eigenlijk ook wel. Hoe vond je het gaan? Ja, jeetje. Ik wist helemaal niet wat ik moest verwachten natuurlijk. En ineens sta je dan uiteindelijk op het podium je verhaal te doen. Dus maar ja, ik heb gehoord dat het wel goed ging en we hebben leuke reacties gehad. Waar we als jury allemaal eigenlijk het beste gevoel bij hadden,
was de presentatie over het nieuwe werken. Ik denk dat we maar een oproep doen, want ik denk dat wij binnenkort met onze website gaan starten. En ik verwacht eigenlijk dat jullie je allemaal gaan aanmelden. Dan is dat ook voor mij het moment om hier afscheid te nemen van jullie. En jullie allemaal hartelijk te bedanken. In de eerste plaats de jury voor de tijd die jullie voor hebben gemaakt. En die met name wat jullie hier in de toekomst voor blijven doen. Waarvoor dank. Een applaus daarvoor alsjeblieft. En ik denk dat ik namens de organisatie jullie mag bedanken om hier een hele dag te zijn. Om hier jullie ideeën te geven, om jullie inzet te tonen. En om hier met elkaar samen te werken aan deze geweldige ideeën. Dank daarvoor.